In deze video van de Indigo DLC gaan we eens kijken wat er allemaal te doen is op de Blueberry Academy nadat je de DLC hebt uitgespeeld. En deze man heeft iets heel tofs. We gaan op zoek naar Legendary Pokémon. Er is een mededeling voor mij. Ik moet naar mevrouw Briar toe. Nou, is goed. Gaan we daar eens even naartoe. Fawaka, mevrouw. Oeh, kijk trouwens. Terrapakos, die heeft de Stellar Terra-type. Dat is echt nieuw. Oh, laat ik trouwens mijn level 100 Pokémon weer even terug doen allemaal. Dat was leuk voor even, maar dat is niet de bedoeling. Terrapakos mag wel even in mijn team. Ik ben benieuwd. In plaats van Baxcalibur. Ik ben zo in de war wat mijn team was. Hè. Zullen we dit gewoon even doen zo? Hoi, Briar. Daar zijn we weer. Hè. Ja, ik vind het ook leuk om jou weer te zien. Ik ben echt onwijs uitgerust, mevrouw Briar. En jij ook? Zij voelt zich nog steeds een beetje uitgewrongen, zegt ze. Maar waarom ze mij geroepen heeft? Ze heeft amper geslapen. En ze heeft Gita's toestemming om het allemaal in een boek op te schrijven. En wij krijgen een kopie van Briar's boek. Oké, ja, helemaal prima. Wat moet ik ermee? Maar ja, ze wil nog iets anders met mij checken. Dus niet alleen dat boek. Ik moet even mijn Terra Orb aan haar laten zien. Nou, hier is de Terra Orb. En hij doet anders. En dat komt omdat de Terra Orb van mij en van Kieran en van Carmine bloot is gesteld aan de energie van Terrapagos. En we kunnen nu onze Pokémon terrestrializen zonder dat we de Terra Orbs ze opladen. Ze zegt, weet je dat de Terrarium Core, dat ding dat bovenin hangt hier op het plafond in de terrarium, dat verandert nu steeds omdat ik daar kristallen in heb gedaan. Het resultaat dat Pokémon shinen in de regenboogkleuren. Oh! Oké. Er zijn nu allemaal Stellar-type Pokémon ook hier in de regio. Oké, ik snap het. Stellar-type Terrestrialization, dat geeft een boost aan moves, maar één keer per move type. Als ik de move heb gebruikt, dan krijgt geen enkele move van dat type die boost meer. En nog een ding, een man in een blauw pak, dat was naar je op zoek. Oké, is goed. Ik ga die man even zoeken. Nou, was allemaal geinig, Briar. Leuk tripje was het, hoor. Ja, doei. Mazzel. Man in blauw pak, let's go. En de Leak Clubkamer, daar staat ook wat te gebeuren. Dit is geen blauw pak, dit is een wit pak. Dit is iemand anders. Wie is dit nou weer dan? Daar ben je, Rikachu. De persoon waarnaar ik op zoek was. Ik heb het nieuws gehoord, je bent de BB League Champion geworden. Wow, ik had het niet verwacht. Ik ben blij dat ik je hier heb uitgenodigd. Nu, dat je hier comfortabel bent, hoe vind je die op de Blueberry Academy? Ja, dat is leuk. Dat is leuk hier, man. Echt lachen, meneer. Hij wil ook iets van mij vragen. Misschien moeten nog meer mensen uit Paldea hier komen. Dat ze speciale coaches zijn of zo. Je kent daar een hoop mensen, toch? Paldea, gymleaders en die dingen. Moet ik hun niet allemaal hier naartoe halen? Ja, en dan? Wat krijg ik van jou? Ik wil ook een cadeautje van jou. We kunnen de clubcomputer in ieder geval gebruiken daarvoor. Nou, ik krijg 200 BP-puntjes. En dan moet ik iemand hier naartoe halen. Kijk, ik kan hun allemaal hier naartoe halen. Maar ga ik niet doen, dat kost allemaal geld. Ik heb net 200 BP gekregen. Ik wil eerst al die starters gaan krijgen. Dus tankjes voor de... Tankjes? Dus tank voor die 200 BP, meneer. Hier is ook nog iemand die met mij wil praten. Hallo, Amaris. Dankjewel dat je de League Club hebt geholpen. En Kieran, toen jij kampioen bent geworden, heeft Kieran zich teruggetrokken uit het systeem. Maar Amaris, die is blij dat hij iets meer zichzelf is geworden. Oh, we kunnen waarschijnlijk nu blijven vliegen. Ik moet mijn Pokémon een klein beetje voeden en dan kan ik waarschijnlijk gaan vliegen. Dat is leuk. Coridon, hier. Eet. Je houdt van eten, toch? Lekker. Hoppakee. Lekker, man. Kijk, dit is top. Nu kunnen we overal naartoe vliegen. Dat wilde ik. Super chill. Amaris gaat er vandoor. Ja, ik ga er ook vandoor. Man in blauw pak. Daar waren we naar op zoek. Man in blauw pak. Hallo? Bij de ingang, toch? Bedoelen ze dan helemaal daar? Of bedoelen ze hier? Even hier kijken. Hey! De fotograaf die is wel hier. Dat vond ik een superleuke missie toen met Ursaluna. Oeh, we gaan er binnenkort eens even kijken wat zij nu hier te doen heeft, hoor. Ik zie hier geen man in blauw pak, trouwens. Even scannen, hoor. Zijn jullie dat? Nee, ben jij dat? Ah, ik denk dat deze bedoeld werd. Jij moet degene zijn waar iedereen over praat. De Paldea uitwisselingsstudent Rikachu. Mijn naam is Snacksworth, wat? Oké, ik vind het vet als studenten zichzelf ontwikkelen. Vooral de kinderen die zich helemaal geven voor de oude barbecues. Die geef ik snackies. En die snackjes die zijn speciaal voor een bepaalde Pokémon. Als ik een snackje in mijn hand heb, dan zou je zomaar tegen een spectaculaire Pokémon aan kunnen lopen. Oké. Geen idee waar je het over hebt, maar het zal wel. Ik krijg één van zijn speciale snacks. Een Suicune treat. Hij heeft Suicune een keer gezien toen hij bij een van die meren was in Paldea. Hij heeft geraced tegen Suicune. Oké. Dus nu kunnen we Suicune gaan opzoeken. Oké, maar waar dan? Ik krijg nog een Solgaleo treat ook. Door hem kunnen we gewoon al die legendarische Pokémon vinden. Hij geeft volgens mij allemaal hints waar die Pokémon dan te vinden zijn. Oké, dus Suicune. Een beroemd meer in Paldea. Nou, dat zal wel hier zijn, toch? Casseroya Lake. Ja, dat moet dan hier wel ergens zijn. Weet je wat? We gaan gewoon zoeken. We gaan gewoon kijken. Hier ergens.
zou die dan wel moeten zijn, maar waar? Ik denk misschien ergens wel op zo'n klein eilandje. Laten we gaan zoeken. Ik ben heel erg benieuwd. Gaan we gewoon Suicune vinden? Oké, hier is die niet, zo te zien. Misschien op dit eiland dan. We gaan gewoon alle eilanden af. Is hier een legendarische Pokémon te vinden? Nee, ook niet. Dan daar hebben we nog een eiland. Kijk. Woe, nu kunnen we ook vliegen. Ja, dit is wel chill hoor. Heel nice. Whee. Hallo Gyarados. Daar staat hij. Dat is Suicune. Ja man. Zo vet. Oh joh. Dus nu kunnen we langzaamaan alle legendary Pokémon gaan vangen. Let's go gek. En ook gelijk Suicune. Die vind ik heel vet. Wat een baas. Suicune. Ja. Begint gelijk even te regenen. Hier heb ik mijn kleine schildpad. Oeh, dit muziekje ook gelijk. Oeh. Earth Power is denk ik niet super effective. Dat wil ik ook niet, want ik wil hem niet kapot maken. Ik wil hem alleen verzwakken. Oh, Suicune doet de regendans. Het is niet een hele slimme Suicune zo te zien, want het regent al. Let's go Earth Power. Oké, cool. Ik durf niet nog een keer dit te doen, denk ik. In welke bal wil ik Suicune eigenlijk hebben? Ja, eigenlijk in een divebal, maar of in een netbal. Het zou wel lijp zijn als ik hem in een divebal kan vangen. Dat lijkt me heel cool. Let's go, let's go. Oké, ik dacht al dat het moeilijk zou worden. Oké, ik doe een waterpuls. Ik bedoel, dan gaat hij nog een klein beetje meer down, maar heel erg weinig down. Die zou ik technisch gezien nog een keer kunnen doen. Hij is lekker mij aan het midden. Oké, nog één waterpuls en dan komt hij in het rood. Ja, top dit. Dan gaan we nu diveballen spammen. Woe! Suicune, let's go. Kom maar in je diveballetje. Dat is mooi. Dat staat jou goed, jongen. Dat zou zo leuk zijn. Maar het ging al sneller nu. Het ging al beter. Ik bedoel, we hadden net twee tikjes. Kijk, en meestal gaat het daarna dan helemaal poep. Dat is altijd, joh. Eigenlijk moet ik hem even laten slapen of zo. Of gewoon 330 diveballs gooien. En dan hopen dat hij gewoon in eentje wel blijft zitten. Heb ik een Pokémon die kan laten slapen? Nee, daar heb ik helemaal niet bij me. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik ben weer helemaal niet tactisch bezig, jongens. Maar het maakt niet uit. We gaan hem proberen te vangen. 1 en 2. En geen 3. Oh nee, doe nou niet. Niet mij kapot maken, dat vind ik niet leuk. Let's go. Nee. Laat even in de reacties trouwens weten of jij al van deze Legendary Pokémon hebt gevangen in Pokémon Scarlet Violet, de Indigo Disc DLC. Ik ben heel benieuwd wie jij allemaal hebt. En doe een duimpje omhoog. Je weet het, dat moet je gewoon even altijd doen eigenlijk. En abonneren, maar dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal al gedaan. Oh, ga je opeens surfen? Kan je ook nog surfen? Sorry, Terra. Spijt me. Kom op nou, Suicune. Ja, ik bedoel, je hebt nou een Pokémon dat je kunt slopen. Hè? Ben je ook weer blij misschien? Oh, je gaat nou opeens zitten lopen surfen. Gewoon omdat je dat leuk vindt of zo. Kijk, ik kan je ook gewoon slopen, hè, Suicune. Als je zo moeilijk loopt doen. Maar ik wil jou niet slopen. Ik wil gewoon dat je bij mij een teampie komt. Moeilijk gedoe ook altijd. Een legendary Pokémon die doen altijd bij de hand. Altijd. Dus een beetje stoer doen. Hè? Ik wil niet gevangen worden. Nee, want ik ben de stoere Suicune. Je vangt mij niet zomaar hoor. Nee, het is heel moeilijk. Ja, dat weet ik allemaal wel. Kom nou maar gewoon, vriend. Kom nou maar gewoon. Oh. Ik bedoel, ik kan ook ultraballs gaan gooien. Die zijn waarschijnlijk beter, maar dat vind ik gewoon niet leuk. Ik wil het gewoon in een divebal. Ik weet zeker dat er iemand in de comments is die gaat zeggen... Oh, maar ik ving hem gewoon met mijn eerste bal, hoor. Sowieso. Oké, daar komt hij, hè. Zo, heb je door dat je een super effective move hebt, Suicune? Na 3 kwartier. Jongen. Ik denk dat hij straks gewoon zichzelf gaat slopen. Hè? Dan heeft hij gewoon geen moves meer. En dan gaan Pokémon altijd zichzelf slaan. Ik denk dat dat straks gaat gebeuren. Hey! Oh. Oh, wacht eens. Ik heb net gereset en dit is mijn tweede divebal. Oké. Nou, prima. Suicune. Ja, man. Kom maar in het teampie. Oké, en meneer, wat had jij dan te vertellen over Solgaleo? Ik ging naar Paldea's Pokémon League. En ik keek naar hoe dat gebouw er aan de buitenkant uitzag. Ik ging naar het observatiedek. Maar met het logo van hun. En ik genoot van het uitzicht naar de Academy. En daar was Solgaleo. Ik heb hem maar heel even gezien en het was geweldig. Oké. Dus ik moet naar de Pokémon League. Hier zo. En als ik dan hier helemaal naar boven klim... Helemaal op hun gebouwtje. Oh, dat kan niet zo. Oké, wacht even. Dan ga ik eerst deze berg op. Oké, ja. Kijk, dan sta je hier boven op dat observatiedek. Bij dit logo. En dan kijk je naar de academie. En daar staat Solgaleo. Dus het zou kunnen betekenen dat hij daar op die berg staat. Laten we daar gaan kijken. Nou, ik werd net zomaar naast de academie neergezet. Dus ik denk niet dat we daar moeten zijn. Misschien toch op die andere berg hier. Hij zal toch niet gewoon op het dek zelf staan? Dat zou wat zijn, hè? Ik denk dat hij hier ergens dan is misschien. Andere berg hebben we net gehad. Solgaleo, Figaro. Hier beneden. Nee, ook niet zo te zien. Where are you? Solgaleo. Straks is hij wel gewoon hieronder, hè? Oh, ja!
Hij staat wel hier. Potverdorie, waarom zag ik jou net niet? Oh, maar dit is wel cool, man. Kijk hem hier staan. Wat een baas. Staat hij hier gewoon bovenop bij de Pokémon League. Holy moly. Oké, we gaan battelen, Solgaleo. Let's go. Ook weer vet muziekie. Oké, ik ga wel een Waterpulse proberen. Ik denk niet dat hij in één keer kapot gaat, toch? Mag ik hopen? Oh nee, hij is niet eens Fire-type. Maar welk type is Solgaleo ook weer dan? Oké, wat was dat? Is het een Steel-type Pokémon? Ik denk het, ja. Oh, maar dan moet ik hem niet kapot maken nu, hè? Oef! Kijk, een flare blitzen. Helemaal los. Ja, nu gaan we gaan kijken in welke bal we hem gaan gooien, hè? Oh, hij sloopt zichzelf bijna. Dat is niet oké. Gelukkig heb ik gesaved van hier van tevoren. Oké, wat is een coole bal. Ik denk dat de Premier Ball vet is voor hem. Maar waarschijnlijk gaat hij daar niet in blijven. Timer Ball kan ook wel cool zijn. We gaan eerst voor de Premier Ball. Eens even kijken. Niet mij dan gelijk slopen, hè? Want dan ben je zelf ook kapot, Solgaleo. Dan wordt het een heel lang verhaal op deze manier. Oeh, bijna. Hij gaat nu voor Solar Beampy. Oké, dat is prima. Dan heb ik in ieder geval 2 beurt om jou te vangen. Come on, Solgaleo. Get in the Premier Ball. Oké. Dan krijg ik nu een Solar Beam op mijn hoofd, jongens. Oh, we overleven nog ook. Maar ik denk dat we down gaan door de burn. Ja, helaas. Maar daar gaat het allemaal niet om nu. Het gaat erom of we legendarische Pokémon gaan vangen. Maar dit gaat denk ik wel lang duren. Want ik denk dat ik steeds mijn game opnieuw op moet gaan starten. Op het moment dat hij zichzelf kapot maakt. Ja, kijk, daar gaat hij met Wild Charge. Daarom moet je altijd 7 van tevoren. Zo dan. Ik weet niet hoe goed die nu opeens is, maar die Metal Burst loopt mij in één keer. Die Premier Balls, die hebben er niet zoveel zin in, denk ik. Misschien ga ik switchen naar Timer Balls. Die vind ik ook wel mooi bij Solgaleo. Dat zwart en dat wit en dat rood, dat past op zich ook wel bij hem. Kijk, deze gaan wel beter, denk ik. Hoppakee, gelijk. Timerbal is de oplossing. Let's go. Even snel 2 legendary Pokémon gevangen in deze video. Lekker, man. Hoppakee. Solgaleo is de volgende. Nog even en dan hebben we gewoon een heel legendary team. Wat sick. Laat weten in de comments welke legendaries jullie al hebben gevangen. Doe duimpje omhoog. Abonneer. Dan zie ik je gewoon weer bij de volgende Nintendo video. Mazzel.